Zo Lasse, je hebt ons uitgenodigd in je huis, denk ik? Nou, helaas niet, nee. Het zou wel wat zijn. Nee, het is, die van mij is iets groter. Nee, dit is een prachtige... hoe heet het? Een gebouw in het centrum. Ja, dat was mooi dat we hier binnen mochten filmen in plaats van ergens in mijn huiskamer ergens. De echte reden waarom we hier natuurlijk zijn, Lasse. Jij hebt de Goal of the Decade gemaakt, precies een jaar geleden nu. En namens CST mag ik je namelijk deze overhandigen. Ah, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Nou, geweldig. Iets groter dan de Goal van de maand, maar nee, geweldig, mooi. Alles viel natuurlijk wel op zijn plaats op zo'n avond. En natuurlijk, je had een niet het beste resultaat van thuis meegenomen. Maar het gevoel was wel goed. En we hadden natuurlijk al laten zien dat we heel, heel wat konden met elkaar. En ja, dat zo'n avond, dat je en op zo'n manier hun uitschakelde, ja, dat was wel een bijzondere avond. Schöne. Nou, ja! 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 Het is 1-4! 1-4! Nu moet Real de 100 maken! Ja, een van de mooiste, misschien wel de goal van mijn carrière ook. En nou ja, dan zo'n prijs ervoor krijgt is natuurlijk wel, is wel leuk. Want dan dat staat wel mooi. Dan moet je toch ergens neerzetten als het eerst over moet beginnen. Maar nee, dat is fantastisch. En dat is, dan ben ik super blij dat ik hem heb gewonnen en trots dat de mensen mij hebben uitgekozen voor de. Voor Goal of the Decade. En ja, daar ben ik heel blij mee. Over 50 jaar zullen mensen die goal nog een keer zien. En dan zullen ze nog steeds zeggen: Oké, deze goal heeft Lasse Schöne gemaakt. Dat is toch zo bijzonder? Ja, dat is het ook. Dit is echt dat iets zeg wat ik nooit vaak vergeten wordt. Je had dat verwacht, hè, toen je transfervrij overkwam van NEC. Nee, dat is heel bijzonder. Het is natuurlijk leuk dat je een historieboek, een geschiedenis schrijft van een club als Ajax. En dat is mooi dat je erin staat. En ook met dit soort dingen, ja, dat is heel bijzonder. En dat is ook iets waar ik heel erg waardeer en heel erg trots op ben. En dat, ja, dat kan niemand van je afnemen. Mijn vrouw staat ook achter ons. Dat was een beetje de vak van Ajax. En van alle vrouwen zaten daar. Dus dat was vlak voor hun. Dus dat, mensen filmen natuurlijk ook uit het publiek. En dus allemaal was dat wel mooi om dat van achter ook te zien vandaar. En ja. Geweldig. Heb je hem nog wel eens teruggekeken ook zelf? Dat je hem echt vanuit de verschillende hoeken terugkeek? Ja, nee, goed, die dagen daarna zie je hem natuurlijk vaak voorbij komen. Dat zie je hem wel. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ga hem niet dagelijks nog even terugkijken. Dat doe ik niet. Misschien later. Dat komt misschien over 50 jaar misschien nog. Daar zit de oude bejaarde Schöne zit dan even. Met zijn kleinkinderen. Ja, kijk. Moet jullie even zien. Dit heeft opa ooit gedaan in Bernabeu. Ja, wie weet. We hadden het gevoel van, we gaan daar gewoon winnen, weet je wel. En als je met die gevoel het veld opstapt, ja, dat dan, ja, het is ook een bijzondere avond, dat moet ik niet van wegnemen. Maar ja, we hadden zo'n gevoel in die team, en vorig jaar, dat het gewoon, dit kan. En dat dan lukte, ja, dan was het natuurlijk wat je blijdschap en je bent overweldigd van die reacties die je daarna krijgt, van fantastisch. Maar ja, we hadden ook het gevoel van, het kan gewoon gebeuren hier. Zijn mooiste goal, denk ik ooit. Geknuffeld door alles en iedereen. Ik ging zitten op de bank en helemaal blij natuurlijk de goal. En je had het gevoel, dit gaat niet meer mis, weet je wel. Zoals je ziet ervan zo mooi maken, ze moeten 100 maken. Maar dan zit je dus en dan krijg je dus echt die van... Lasse, ga maar even drinken. Wat? Je hebt doping zo. Nou, die moet je maar niet op camera zeggen, dat woord. Maar dan baal je dan even 2 seconden. En dan ga je natuurlijk wel weer mee in de hele euforie. Maar ja, dan kom je die tunnel binnen en dan staat dat zo echt iemand... Je mag niet kleken aan mijn eerste in om even je schoenen of iets te doen. Dan moet je gelijk in zo'n hok in. Ja, na zoveel adrenaline en zoveel... Dan kan je wel 10 water hebben gedronken, maar dan kan je gewoon echt niet plassen. En de dopingkamer staat zeg maar aan onze kant van de kleedkamer. Dus je kon alles horen, muziek en gejuich en geschreeuw. En ik zat daar met 2 jongens van Real Madrid die met zo'n hoofd zat. En ik zat daar maar te wachten dat ik... kom, zeg maar. En, dus dat duurde heel lang en toen ik eindelijk klaar was, was de kleedkamer leeg. Dus ik heb mijn eigen manier gevierd in de dopingruimte van Bernabeu. Na een prachtig seizoen besloot Lasse Schöne het leven van Amsterdam in te ruilen voor het Dolce Vita in Genua. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. We hebben goed naar ons zin. Het is natuurlijk altijd moeilijk als je in een nieuw land komt na 17 jaar in Nederland, dus het was even wennen. Maar het gaat goed. De kinderen hebben naar hun zin op hun school. En mooi met de Italiaanse cafés overal, waar je espresso of
of je middagwijntje kan drinken, weet je, dat is leuk. En natuurlijk, je hebt de bergen aan de ene kant, de zee aan de andere kant. En je hebt toch altijd wel 10 graadjes warmer hier dan in Nederland. Dus dat is ook wel lekker. Het Italiaanse leven bevalt je prima. Ja, maar daar weten mensen ook van. Maar ik ben iemand die ook van het leven geniet. En ik moet buiten het voetbal moet ik goed naar mijn zin hebben. En als ik dat niet heb, dan functioneer ik ook niet op het voetbalveld. En kijk, nou, in Amsterdam was het in de club, maar ook buiten voetbal was alles gewoon. Zoals het moest, was gewoon perfect. Dus dan heb je er ook echt naar je zin. En hier, natuurlijk moet je eraan wennen. Nou, misschien was het voor mij ook de laatste keer dat ik misschien zo'n stap zou kunnen maken. En dat hele pakket hier, dat paste wel. Sinds augustus voetbalt de Deen bij Genoa. Een club met een rijke historie en daar voelt hij zich thuis. Een hele hechte club. Ook echt mensen die, ook een beetje ook wat Ajax ook heeft, veel mensen die in de club werken, die ook echt een hart voor de club heeft. En dat heeft ze hier ook wel. En dat is wel leuk om daar tussen te zitten. Ja, dit is het clubhuis, noemen ze het hier. Het is wel iets anders dan je gewend bent. Het is een schitterend oud gebouw. En dit is eigenlijk, hebben we dan de kleedkamers zitten dan hieronder. En dit is dan eigenlijk de hoofdingang. Dit is wel wat anders dan de toekomst, hè? Dit is wel iets ouder dan de toekomst, ja. Ja, en dan zijn we in de receptie, zeg maar. Dat is wel iets anders, hè? Ja, het is wel een schitterend gebouw, ja. Het is prachtig. Hier komen er niet zoveel. Hier zitten, zeg maar, de meeste de directeuren zitten hierachter. En wij zitten eigenlijk meer beneden bij de kleedkamers. En zo ziet het niet uit in de kleedkamers, even voor de duidelijkheid. Dit is wel extreem. Dit is wel heel mooi en heel, heel anders. Dit had je natuurlijk niet verwacht. Maar ik heb natuurlijk wel foto's gezien voordat ik kwam. Maar dit is mooi. Maar zoals ik zeg, dit is niet overal zo. Maar dit is wel uniek en bijzonder. Wat is het grootste verschil voor jou tussen voetballen in Nederland en in Italië? Kijk, het voetbal is natuurlijk heel anders. Ik heb heel anders naar voetbal gekeken. En dat was ook een van de redenen dat ik leuk vond om dat stap te nemen. En Serie A voetballen is iets wat ik altijd wel graag wilde. Dus de hele cultuur om voetbal heen is anders. Dus dat moet je allemaal leren. En dat is leuk, ook op mijn leeftijd als voetballer, dan nieuwe dingen leren. Bovenin of onderin mee voetbal is natuurlijk een groot verschil. En ik wist ook toen ik hier natuurlijk, kijk, ze gaan niet meespelen om de prijzen. Maar ja, in het begin had je toch verwacht dat we iets hoger zou staan. En dat was jammer dat we niet de goede begin konden doorzetten. Dat was jammer. Maar als je nu ziet hoe we steeds beter gaan en gelijk opspelen met, ik denk, de beste elftal van de Serie A. En gewoon weer punten gaan pakken. Ja, en dan kan je ook weer gaan klimmen. En we hebben nu een goede basis. En we hebben veel plezier met elkaar. En dat is belangrijk. Wie weet het? Schöne. En waar speelt Schöne? Nu niet meer dus. Mensen hadden natuurlijk een bepaald idee toen ik kwam. Van ja, het is een leuke 12e man. Ik was nooit naar Ajax gekomen om te kijken. Kijk, ik voetbal bij Ajax. Ik wilde laten zien dat ik goed genoeg was. Ik wilde spelen, en als ik niet speelde, was ik ook teleurgesteld en boos. En hard, ik denk dan ook met hard werken en natuurlijk ook een portie kwaliteit hier en daar. Dan kan je ver komen en jezelf geloven en blijven vechten. En uiteindelijk heb ik toch aardig ver geschopt en ben blij dat ik toch die stap heb gemaakt jaren geleden. En het is toch een hele bijzondere, de mooiste periode in mijn voetballeven. Dus dat kan ik alleen maar trots op terugkijken. Schöne probeert het ineens en die zit er meteen in! Lasse Schöne in de eerste minuut! Nou, gelukkig zijn er genoeg om uit te kiezen, maar goed, het hele, je hebt natuurlijk het Champions League jaar natuurlijk, de UEFA Cup jaar. De wedstrijden, de kampioenswedstrijden. Je wedstrijden tegen Feyenoord, met die eerste klassiekers die je speelt, hoe de sfeer, van tevoren, hoe alles. Ja, dat zijn leuke momenten, dat zijn dingen die je altijd terugkijkt. Natuurlijk zijn er persoonlijke dingen, zo van goals die je hier en daar hebt gescoord. Maar als team ook, hebben we mooie momenten meegemaakt. En,
ja, daar kijk je toch altijd bijzonder op terug. En, ja, dat was, zoals ik zei, gelukkig zijn er genoeg om uit te kiezen. Ieder begin van het seizoen moest jij vaak weer terugknokken in de basis. Hoe heb jij dat vaak beleefd toen? Nou, het is niet leuk. Het is nooit leuk om als je een goed jaar hebt gespeeld van het jaar daarvoor en dat je weer moet in het elftal moet knokken of weer moet laten zien. Kijk, hard werken moet je altijd doen. Je moet altijd in de elftal knokken, want als je niet goed genoeg bent, dan staat iemand anders die je positie overneemt. Maar dat ik vaak van nou, nul wil ik niet zeggen, maar het was soms moeilijk dat ik vaak bijna onderaan weer begon. Ja, dat was soms wel moeilijk. En, maar goed, dan moet je ook overheen en dan moet je ook knokken. Dat is ook onderdeel van professioneel voetbal zijn. Zijn er nog andere momenten geweest in je carrière bij Ajax dat je op een gegeven moment dacht, dat was voor mij of voor het team een hele moeilijke periode? Ja, daar is één in bijzonder natuurlijk. En, dat is natuurlijk die hele periode met Appie natuurlijk. Ja, het is heel moeilijk. Ik kan er niet zo goed over praten. Het is gewoon een hele rare periode, een hele moeilijke periode. En, ja, en dat denk je ook dat je dat merkt aan de hele club en de hele stad en het hele land. Het is niet snel om te vergeten, maar je moet het niet vergeten. Ik denk ook dat het goed is om nog steeds in je geheugen te houden en aan de positieve dingen te denken over Appie en daar praat je wel eens over en dat, en ik denk dat het goed is. Je moet er ook niet mee opkloppen, je moet er ook over praten en dat doen we ook. Dat doen we. De Deen knokte zich telkens weer terug in de basis, waardoor hij de titel buitenlander met de meeste Ajax-duels achter zijn naam mocht schrijven. Nu hij in Italië woont, probeert hij nog zoveel mogelijk wedstrijden te volgen van zijn oude club. De Europese kijk ik helemaal. Ik volg het zoveel mogelijk. Het blijft mijn club, dus ik ga het ook zoveel mogelijk volgen. Aangezien jij hier met je gezin zit, dachten we nemen toch nog een typisch Nederlands cadeautje mee. Heerlijk zeg. Stroopwafels en munt erop. Nou. Om nog even aan Nederland te denken. Daar word ik vrij populair thuis, kan ik je vertellen. Heerlijk. Nou, dit is vooral voor de kinderen. Ik denk dat dit voor de ouders zijn. Nou, heel erg, dankjewel. Dat komt altijd goed uit dat soort dingen. Hoe zie jij je toekomst hier in Italië en ook in, nou ja, wellicht ooit terug in Nederland? Oh, dat weet ik nog niet. Nu moeten we dit jaar uitspelen en zoals je zegt, ons stinkende best doen om nog veel punten te pakken. En dat zullen we zien. Maar ik heb inderdaad een contract voor nog een aantal jaar. Dus voorlopig blijf ik even hier. En wie weet, misschien zie je mooi terug. In het mooie Nederland.